Een 41-jarige man uit Beuningen is woensdag veroordeeld tot 7 jaar cel met TBS en dwangverpleging voor doodslag in een café in Nijmegen. Daarbij kwam de 51-jarige Berry van den Berg uit Nijmegen om het leven. De twee kregen in de nacht van 30 april ruzie. De Beuningenaar werd door Van den Berg geslagen. Hij wilde aangifte doen, maar toen de politie niet reageerde hoe hij wilde, raakte hij erg gefrustreerd. De officier vond dat er sprake was van moord, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Daarom is de straf lager dan de geëiste 10 jaar cel en TBS. Bovendien is de dader verminderd toerekeningsvatbaar door een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Maandagavond leed NEC een pijnlijke 3-2 nederlaag tegen Sportclub Telstar. De nederlaag was niet het enige verlies van de Nijmegenaren, want de ploeg zag Guus Joppe, Mohamed Raï en Ted van der Pavert uitvallen met op het oog ernstige blessures. Guus Joppe viel een paar minuten na rust uit met een hamstringblessure en ook Mohamed Raï viel even later uit met een hamstringblessure. Tot overmaat van ramp raakte Ted van der Pavert eveneens geblesseerd. De centrumverdediger heeft een fikse blessure aan de enkel overgehouden. Voor alle drie de spelers geldt dat ze voor de winterstop niet meer in actie zullen komen. Over de opstelling van aankomende vrijdag is nog niks bekend. Maar dat Anas Atjebar, Kevin Jansen en Frank Sturink zullen spelen, dat lijkt een zekerheid. Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders vindt het niet meer dan begrijpelijk dat de route van lijn 4 wordt ingekort tot een pendeldienst tussen Aldehof en station Dukenburg. Er zouden te weinig reizigers zijn om de busdienst rendabel te houden en een overstap op station Dukenburg is een redelijk alternatief, aldus het college. De SP maakte zich in de afgelopen weken hard voor het behoud van de oorspronkelijke dienstregeling in Aldehof. Samen met wijkbewoners werd actie gevoerd. 150 vaatwassers belanden in de sloot langs de Maas- en Waalweg bij Puiflijk. Dat gebeurde dinsdagochtend bij een ongeluk waarbij een vrachtwagen van de weg raakte. De weg was urenlang afgesloten en pas dinsdagavond kon de vrachtwagen weggetakeld worden. Dat ging nog niet helemaal goed. Bij het bergen scheurde het dak open waardoor alle 150 vaatwassers naar buiten kwamen. Het college van BMW lijkt het plan om de bussen uit de Burgstraat te halen over de verkiezingen heen te tillen. Eerder dit jaar kwam het college met een voorstel om de bussen op termijn helemaal uit het centrum weg te halen. Een ambtelijk onderzoek toonde recentelijk aan dat er inderdaad draagvlak is voor dit besluit. Het college legt dat advies nu tot nader orde naast zich neer.